Het vinden van de juiste domeinnaam is een van de eerste stappen die je zal nemen wanneer je een website gaat maken. De domeinnaam is het siteadres dat toekomstige bezoekers gaan intypen om op jouw website uit te komen. In deze video wil ik je 7 belangrijke tips geven om de juiste domeinnaam te kiezen. Maar voordat ik dat doe, vraag je natuurlijk af, waarom is deze domeinnaam zo belangrijk? Nou, de domeinnaam is het siteadres waarop jouw toekomstige bezoekers je zullen vinden. En voor jouw web is het dus www.jouwweb.nl. Het kiezen van de juiste domeinnaam lijkt aanvankelijk niet heel belangrijk te zijn, maar dat is totaal niet waar. Want het kiezen van de juiste domeinnaam is belangrijk om de volgende redenen. De eerste is betrouwbaarheid. Het kiezen van de juiste domeinnaam kan ervoor zorgen dat jouw toekomstige webbezoekers jouw website meer gaan vertrouwen. En dit kan een hele grote impact hebben op de conversie van jouw website. Want, als we even eerlijk zijn, welke van de twee sites klinkt betrouwbaarder? Kevin's Retrofietsenwinkel 2022.nl of retrofietsnederland.nl? Het kiezen van de juiste domeinnaam heeft heel veel invloed op de professionaliteit van jouw website. De tweede reden waarom het belangrijk is om de juiste domeinnaam te kiezen is door waarde. Domeinnamen die er simpel, eenvoudig en betrouwbaar uitzien, winnen vaker de klik. Dit is heel erg belangrijk om in gedachten te houden wanneer je jouw domeinnaam kiest, want je wil natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen op jouw website komen. En het derde punt is herkenbaarheid. Domeinnamen hebben een hele grote invloed op de herkenbaarheid van jouw website en jouw algemene merk. Vaak is de merknaam ook hetzelfde als de domeinnaam. Denk aan bol.com of Coolblue. Dit zorgt voor consistentie en hierdoor gaan mensen jouw website en ook jouw merk eerder en sneller herkennen. En nu je weet waarom het kiezen van de juiste domeinnaam zo belangrijk is, wil ik je 7 tips geven om de juiste domeinnaam te kiezen. Tip 1 is: houd jouw domeinnaam kort. Een van de allerbelangrijkste tips die er zijn is dat je jouw domeinnaam heel kort moet houden. Het is heel belangrijk dat jouw toekomstige websitebezoekers jouw domeinnaam heel goed kunnen onthouden, want hierdoor komen ze eerder terug. En het onthouden van jouw domeinnaam gebeurt eerder wanneer jouw domeinnaam erg kort is. En de ideale lengte voor je domeinnaam is 8 karakters, 8 letters. Want hierdoor is het makkelijk te onthouden. En ook zorgt een hele korte domeinnaam ervoor dat jouw bezoekers sneller jouw website kunnen intypen en ook sneller bij jou uitkomen zonder dat er foutjes worden gemaakt in het intypen van jouw website. De tweede tip is: houd jouw domeinnaam eenvoudig. De beste domeinnamen zijn erg eenvoudig. Ze bestaan uit 1 woord of een hele korte zin. En door jouw domeinnaam erg kort en eenvoudig te houden, zul je gaan zien dat mensen jouw website sneller zullen onthouden en ook sneller zullen doorvertellen aan vrienden en familie. En dit zorgt natuurlijk voor meer gratis marketing omtrent jouw domeinnaam. Bedrijven die gebruik maken van de domeinnaam van 1 woord zijn bol.com, Coolblue en bijvoorbeeld KLM. En bedrijven die gebruik maken van de domeinnaam met meerdere woorden zijn bijvoorbeeld ikwilvanmijnautoaf.nl, hartvannederland.nl of eindhovensdagblad.nl. Bij het kiezen van de juiste domeinnaam is het ook belangrijk om geen afkortingen te gebruiken. Ook raden we af om geen bijzondere tekens te gebruiken, zoals eurotekens of streepjes. En om even na te gaan of jouw domeinnaam verkeerd uitgesproken kan worden. Dit voorkomt typfouten waardoor jouw webbezoeker zomaar bij de concurrent kan uitkomen. En dat willen we natuurlijk niet. De derde tip is dat je goed moet bedenken welk merk jij wil opbouwen. Is het duidelijk waar jouw website voor staat? En als je een webshop hebt, is het duidelijk wat jouw webshop verkoopt? Hoe meer jouw domeinnaam reflecteert wat je doet of wat je verkoopt binnen de zoekresultaten, hoe meer mensen erop zullen klikken wanneer ze jouw website voorbij zien komen. En je kunt kiezen voor een omschrijvende domeinnaam of een merkgerichte domeinnaam. Een omschrijvende domeinnaam omschrijft wat jij als website of webshop te bieden hebt. Denk aan het voorbeeld uit tip nummer 1, retrofietsnederland.nl. Je weet direct dat ze retrofietsen verkopen binnen Nederland. Deze domeinnaam omschrijft waar jouw website over gaat, waardoor ideale klanten en potentiële webbezoekers direct weten waar jouw website over gaat als ze jouw website in de zoekresultaten zien. Dan heb je ook een merkgerichte domeinnaam en die is vaak meer uniek. Deze domeinnaam omschrijft niet wat je doet, maar is vaak een familienaam of een verzonnen naam. Hierdoor is de kans ook groter dat jouw domeinnaam nog beschikbaar is. De vierde tip om de juiste domeinnaam te kiezen is door rekening te houden met zoekwoorden. Door belangrijke zoekwoorden in jouw domeinnaam te verwerken, geef je potentiële webbezoekers per direct de juiste indruk van jouw website. En ook helpt dit Google om jouw website beter te begrijpen. En wanneer Google jouw website beter begrijpt, zal het ook eenvoudiger worden om de juiste bezoekers aan te trekken. Want Google heeft als missie om de juiste informatie zo snel mogelijk naar haar gebruikers te brengen. Hierdoor is het superbelangrijk dat Google jouw website ook goed begrijpt. Dan tip nummer 5 is: denk altijd aan de lange termijn. De 5e tip die ik je wil geven bij het kiezen van de juiste domeinnaam is door goed te kijken wat jij wil uitstralen op de lange termijn. Beantwoord de volgende vragen dan ook goed.
Wat wil je bereiken met je website? Waar wil je over 10 jaar staan? En welke producten zou je willen verkopen? Wanneer je de website ikwilvanmijnautoaf.nl beheert, is het moeilijk om buiten auto's ook nog andere dingen te gaan verkopen. Dat komt omdat jouw domeinnaam zich uitsluitend richt op auto's. Maar wanneer je bijvoorbeeld cheaptickets.nl hebt, dan kun je ook andere dingen gaan verkopen, zoals buskaartjes, andere tickets, toegangskaarten. En dat maakt het veel makkelijker om ook dus andere dingen te gaan verkopen, omdat de domeinnaam zich niet alleen richt op auto's. Wanneer je jouw domeinnaam kiest, zorg dan dat je jezelf dus niet limiteert en duidelijk hebt wat jouw ultieme doel is met je website. De zesde tip is: reserveer jouw domeinnaam zo snel mogelijk. Er bestaat een hele grote kans dat de domeinnaam die je eigenlijk wil kiezen voor jouw website niet meer beschikbaar is. Wanneer je een domeinnaam hebt gevonden die nog beschikbaar is en aan jouw criteria voldoet, reserveer deze dan zo snel mogelijk, zodat deze ook van jou is. En wanneer je jouw website bij jouw web gaat maken, krijg je zelfs bij aanschaffing van een pro of business pakket een gratis domeinnaam. Wil je jouw domeinnaam dus vastleggen? Klik dan op de link in de omschrijving van deze video. Door jouw domeinnaam snel te reserveren, voorkom je dat deze door iemand anders wordt gebruikt en je de zoektocht opnieuw moet doorlopen om weer de juiste domeinnaam te kunnen vinden. Dan, tip nummer 7 is: gebruik een domeinnamengenerator. Vind je het nog steeds lastig om de juiste domeinnaam te kiezen voor jouw website? Maak je vooral geen zorgen, want gebruik dan deze domeinnamengenerator om jou te helpen met het kiezen van de juiste domeinnaam. Door een zoekwoord of ander woord in te typen in de balk van deze domeinnamengenerator verschijnen er tientallen andere domeinnamen die jij zou kunnen kiezen voor jouw toekomstige website. En dit is een hele eenvoudige manier om snel heel veel ideeën te genereren omtrent het kiezen van de juiste domeinnaam. Dus als conclusie, hou jouw domeinnaam kort, hou het eenvoudig, verwerk zoekwoorden en denk aan de lange termijn wat je met jouw website wilt gaan bereiken. Ook is belangrijk om jouw domeinnaam zo snel mogelijk te reserveren, omdat de vraag naar domeinnamen enorm hoog is. Dankjewel voor het kijken en ik hoop je te zien in deze twee video's. Dankjewel en tot de volgende keer.